Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. We gaan het vandaag hebben over een interactieve media-expositie en over de Koffietijd Award. Maarten Pijnenburg, voetbaltalent, schuift bij ons aan op de bank. Burgemeester Jan Pommer komt het hebben over de meierij aanpak asielzoekers. En we gaan koken met Yvonne. Het is vandaag dinsdag 24 mei. Welkom bij Dommeland Live. De interactieve media-expositie, ja natuurlijk, werd onlangs op 30 april geopend door onze wethouder, Peter van der Wiel. Ja natuurlijk behandelt de relatie tussen mediakunst en natuur. En aan een project deden maar liefst 31 groepen 7 en 8 mee. En we gaan het vandaag met mensen van MUBO hier verder over hebben. Bij mij op de bank Maria Voets, voorzitter van MUBO. En Willem van Vossen, secretaris van MUBO. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Maria, kun jij ons vertellen wat interactieve mediakunst precies inhoudt? Ik struikel er nog steeds over. Ja, het is een mond vol, inderdaad. Ja. Nou, het is een nieuwe vorm van kunst eigenlijk. Die vooral te maken heeft met licht, bewegen en interactie. In dit geval is daar een educatief programma bij geschreven. Dus vanuit die perspectieven kunnen die leerlingen die jij net benoemde uit die bovenbouw met deze kunsten bezig zijn. Ja. Oké, leuk. Ja. En Willem, wie heeft deze expositie bedacht? Dat is bedacht door de Kunstbalie in Tilburg, waar wij mee samenwerken. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met kunsteducatie en amateurkunstenaars. Mm-hmm. En die hebben ons daarvoor benaderd. En daar zijn wij welwillend op ingesprongen. En niet onterecht, denk ik, met zoveel belangstelling vanuit het onderwijs. Ja, heel erg leuk. Oké. Wat is het doel van de expositie? Het doel van de expositie is dat we de jeugd in contact brengen met deze kunstvorm. Maar ook de natuuraspecten, zoals die daarin uitgebeeld worden, om daar kennis mee te maken. Het is ook prachtig, want je ziet het terug in het lesmateriaal, wat bestaat uit 3 onderdelen. Mm-hmm. Dat is het kennismaken met die natuurverschijnselen, het spelen daarmee. En vervolgens als 3e onderdeel komen ze bij ons in MUBO, mm-hmm, met die 9 kunstobjecten met elkaar aan het werk. Dus dat is een fantastisch educatief middel, vind ik persoonlijk, wat wij als MUBO op deze manier kunnen realiseren samen met het onderwijs. Ja. En nou heb jij jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Ja. Was het jouw idee om zo de scholen erbij te betrekken? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, Claudia, ik ben nog maar heel recent voorzitter. Ik heb Jan van Homelen opgevolgd in januari van dit jaar. Dus ik ben nog maar heel pril hiermee mee bezig eigenlijk. Maar ik heb wel gezegd bij de aftrap van eigenlijk deze job, dat ik heel veel op het educatieve aspect nadruk zou willen leggen. Dus ja, dit was al in de planning, maar het kwam dus voor mij als een heel mooi geschenk bij de ontwikkelingen en de exposities die we op dit moment aan het vormgeven zijn. Ja. En nou zijn er 31 groepen 7 en 8 geweest. Dat is flink. Ja. Hoe hebben jullie dat allemaal weten te behappen, zeg maar? Hoe kreeg dat vorm? Nou ja, we hebben binnen het museum 50 tot 60 vrijwilligers, inclusief bestuur en raad van toezicht. En er zit ook een commissie receptie, mm-hmm, en een commissie educatie. En de vrijwilligers die daarin zitten, dat zijn er een stuk of 20. Die krijgen het voor elkaar om de afgelopen 4 weken, volgende week is ook nog een week dat het gaat gebeuren, om dat bij mensen te krijgen. Okay. Maar natuurlijk komen er ook begeleiding van de school. Dus de leerkracht van de school komt mee met de kinderen. En die hebben van tevoren natuurlijk altijd heel goed voorbereid. En het museumbezoek is eigenlijk het sluitstuk van het educatieproject van groepen 7 en 8 op de scholen. Oké. En ze hebben wat voorbereid, op school. Wat is dat dan precies wat ze hebben voorbereid? Ja, daar hebben ze een lesbrief voor gekregen van de Kunstbalie. Dus dan worden ze in contact gebracht met een van de kunstenaars, heb ik begrepen. Die gaat uitleggen over een bepaald kunstobject
wat precies zijn beweegredenen geweest, wat zijn inspiratiebronnen ook geweest zijn. Dat is natuurlijk allemaal heeft te maken met de natuur. Daar krijgen we wat voorbereiding van. En uiteindelijk is het de bedoeling dat ze in het museum zelf de 9 kunstwerken die er zijn, met magneetplaatjes, de kunstwerken koppelen aan de beleving, de inspiratiebron die de kunstenaar gebruikt heeft om tot het kunstwerk te komen. En dat is best moeilijk, want zelfs volwassenen hebben daar soms problemen mee om dat te doen. En voor kinderen is het heel knap als ze dat voor elkaar krijgen. Leuk. Ja, we hebben ook een tweetal dia's. En mijn vraag aan jullie is, we gaan ze even bijhalen. Wat voor een technieken worden er gekoppeld aan de kunstwerken aan de hand van de dia's? Kunnen jullie daar iets over vertellen? Dat is een lastige vraag natuurlijk, want wij zijn natuurlijk ook niet de expert in de kunstenaar die het gemaakt heeft. Maar ik weet wel dat dit, dit is 3D geprint. Ja. En dit heeft te maken met blooms, want zo heet dat kunstwerk van de kunstenaars. En dat draait straks rond, of in het museum zijn er van die sokkels, dat draait het niet rond. Er wordt licht opgezet en dat betekent eigenlijk de oneindige vormen der natuur. Als dat draait, dan zie je als het ware dat het steeds verandert in andere vormen. Ja, die blijkbaar oneindig zijn. En dat is de inspiratiebron geweest, de oneindigheid der natuur. Ja, dat lijkt me bijzonder mooi inderdaad om te zien. We hebben nog een tweede dia ook. Ja, dat is de wolk. Ja, dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. Dat is de cloud, noemen ze dat. En die hangt aan het plafond en die geeft een blauw licht. En dan kunnen kinderen op het knop drukken en dan wordt er onweer en donder gesimuleerd. Helaas zit er geen geluid bij. Maar het beeld op zich is voor de kinderen heel erg spannend. Ze zijn razend enthousiast om daar mee om te gaan. Ja. Ja. En je gaf het net al aan, we zijn niet helemaal de experts. Welke kunstenaars zijn er in deze expositie te vinden? Goh, dat zijn internationale kunstenaars. Zelfs uit, ik weet niet of jij er iets over wilt zeggen. Nou ja, het zijn inderdaad internationale kunstenaars. Selectie is gedaan, wat Willem net zei, door vanuit Tilburg de Kunstbalie. En er zitten hele beschrijvingen zitten daarbij. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heb die ook doorgenomen. Maar het is voor mij voert het te ver om ze te kunnen benoemen. Ja. Er zitten een paar Nederlandse kunstenaars bij in ieder geval. En de rest zijn internationale kunstenaars die op die natuurverschijnselen kinderen inspireren in dit geval. En ik neem aan dat het best kostbaar is om zo'n expositie neer te zetten. Hoe wordt het bekostigd? Nou ja, eerlijk gezegd hebben wij er niet zoveel kosten aan. Sterker nog, wij krijgen er zelfs geld voor. Kijk, dat is altijd. Dat is in dit geval van de kunstbalie, omdat zij ons een podium vinden om hun door hun ontwikkelde educatieprojecten vorm te geven en daar kinderen op af te laten komen. Dus en dat is ook op zich niet ongebruikelijk hoor, want ook bij Erfgoed Brabant hebben we ook een project voor overgisteren voor de scholieren van de groepen 1 en 2 zelf, voor de hele jonge kinderen. En daar krijgen wij vanuit het subsidiepotje van de scholen, krijgen wij er ook een bepaalde bijdrage voor, omdat we ons museum daarvoor open te stellen. Leuk. Maar misschien mag ik nog even iets toevoegen aan dat ja natuurlijk, want het is wel heel leuk, want die kinderen die zijn natuurlijk nu bijna allemaal geweest. Volgende week is de laatste week, het is allemaal op werkdagen. En die kinderen komen terug op 5 juni, op zondag, en die gaan hun eigen verhaal vertellen hoe zij nou die hele expositie beleefd hebben. En het is een hele ontspannen bijeenkomst wordt dat, van 11 tot 1. Onder leiding ook van Gerry Rocher van Cultuurbox en ook iemand van de kunstbalie komt dan. En die kinderen gaan gewoon vertellen hoe zij dat tegenaan gekeken hebben. En daar kunnen denk ik volwassenen ook nog heel veel van leren. Dan komen de kinderen vertellen hoe ze het ervaren hebben. Ik neem aan dat zij hun ouders ook al mee mogen nemen. Daar gaan we even uit. De expositie is ook voor publiek te bezoeken. Zeker. Klopt. Okay. En hij is interessant voor alle leeftijden. We praten hier over bovenbouwgroepen. Maar zelfs jongere kinderen lijkt mij, zoals ik dat inschat, en zeker ouderen, daar is het een ontzettende leuke tentoonstelling voor. En wellicht dat wij op 5 juni geïnspireerd raken door de kinderen, wat ons als MUBO wellicht ook alweer ideeën geeft voor verdere invullingen. Om met leerlingen vanuit Boxtel en omgeving verder te kunnen. Ja, want deze expositie die is onlangs geopend door de wethouder. Voor welke periode kunnen mensen hem bezoeken? Hij gaat tot 3 juli door en dan eindigt hij.
Oké. En komt er dan weer een nieuw project alweer, of een nieuwe expositie binnen MUBO? Of? Ja. Wij zijn vol geprogrammeerd op dit moment met wisselexposities tot eind 2017. Zo. Want dan moet je van tevoren goed aansturen en voorbereiden. Want dat vergt heel veel tijd en kosten dus blijkbaar niet. Hè, precies. Maar wel heel veel tijd, ook voor de vrijwilligers. Ja. En we zijn natuurlijk in deze afhankelijk van vrijwilligers en hun beschikbare tijd. Ja. Dus het is niet zo dat we zeggen van het moet nu gebeuren en doe het maar. Nee. We zijn van de bereidheid en beschikbaarheid afhankelijk van vrijwilligers. Ja, en hierna komt een tentoonstelling van Jan Juffermans. Ja. Dat heet Een reis rond de aarde in 180 objecten. Die heeft van al zijn reizen die hij ooit gemaakt heeft in zijn leven, heeft hij objecten verzameld. En die worden tentoongesteld. Dat doen we met opzet ook in de zomerperiode, om mensen te inspireren van neem ook iets van je vakantie mee. Mm-hmm. En dat eindigt dan weer bijvoorbeeld door kinderen te vragen van wat is het leukste vakantieobject dat je ooit hebt meegenomen in je vakantie. En die krijgen dan ook weer de gelegenheid om dat aan te melden. En in de laatste 3 weekenden van september ook dat kunnen laten exposeren in het museum. Okay. Ja. Nou. Dus het een trekt het ander altijd aan. Ja. Dat geldt trouwens ook voor jou natuurlijk. Ja, als je te veel praat, moet ik maar zeggen. Nee, ik ook geen idee. Dat geldt ook voor jou natuurlijk, want die 5 juni waar ik net van sprak, mm-hmm. in de middag, dan organiseert Musebox een concert wat ook geïnspireerd is op natuurthema's. Dus componisten die zich hebben laten inspireren door de natuur, daar komen zij een soort blokfluitconcert geven met thema's van de natuur. Dus dat een aanvullend programma een aanvullend op een concert. Smiddags. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld in het najaar hebben we ook weer van Baas. Baas is een afkorting van Boxers Architecten en Samenwerkende Stedenbouwkundigen. Uh-huh. Van een aantal architectenbureaus. Die komen dan ontwerpen laten zien van wat zij gevraagd en ongevraagd de gemeente Box over hebben geadviseerd. Uh-huh. Hoe Box in de ruimte zou kunnen worden beleefd. Dat is ook heel leuk. Ja, ik kan ze allemaal gewoon opnoemen, maar denk het is helemaal goed. Nou, ik wil jullie vooral heel erg veel plezier wensen nog de komende tijd. Iedereen natuurlijk, bezoek vooral de expositie, natuurlijk bij MUBO. Ja. En dan wil ik jullie heel hartelijk danken voor het komen. Graag gedaan. Heel graag gedaan. Bedankt voor de gelegenheid. Nou, goed, wellicht tot een volgende keer. Oké. Dan gaan we koken. Ja. Ja, dan moet ik eigenlijk even voorpraten, of niet? Want anders valt er wel een stilte, hè? Hi, Yvonne. Hi, hallo. Even kijken, hoor. Hallo. Jij, er staat allemaal alles smakelijks klaar. Wat leuk. Jij kookt biologisch. Ja, klopt. Nou moet je me even helpen, hoor. Want nou loop ik natuurlijk ook met enige regelmaat door de supermarkt heen. Dan valt het op dat er best al wel heel veel biologisch is. Ja. Maar nog lang niet alles. Hoe doe jij dat met je producten? Nou, ik ga direct meestal gewoon naar de producent zelf toe. Dus ik ga zogezegd de boer op. Mm-hmm. Omdat ik graag contact wil hebben met de boer. Ik wil weten wat het verhaal is van zijn land. Wat hij verbouwt en waarom dat hij het verbouwt. En hoe dat hij het verbouwt. Oké, leuk. Ja. En dan, wat ga je vandaag zoal voor ons allemaal bereiden? Of heb je hier al staan eigenlijk? Ja, wat ik hier al heb staan, dat is een venkelsoepje met de eerste spinazie die van het land afkomt. De venkel overigens ook. En ik heb hem koud. Ik serveer hem nou koud, omdat het hier al heel warm is. Dus ik dacht, dat kunnen we wel gebruiken. Ja. En verder heb ik een bloemenkruidenboter erbij gemaakt. Want de eerste bloemen laten zich ook al zien. Mm-hmm. En dat is altijd heerlijk om mee te werken. Okay. Dus, ja, helemaal leuk. Ja. Wat ga je verder nog voor andere gerechten vandaag maken? Als ik nou dadelijk terugkom, wat voor lekkers kan ik dan weer verwachten? Ik concentreer me nou vooral op de verse groente die nu van het land afkomt. Mm-hmm. De lente is altijd een heel fijn seizoen, want dan begint het te komen. Dus dat begint voor de kok ook heel erg te bruisen van wat kan ik allemaal weer voor nieuwe dingen gaan maken. Ja. En daar ga ik zo dadelijk mee werken. Ja, leuk. Ja. Ja, ik wou net zeggen, want als je het zo van het land af hebt, dan gaat het inderdaad met seizoenen heb je dan wel... komen dan ook wel eens de oud-Hollandse groenten nog wel eens tevoorschijn toveren? Of de vergeten groenten moet ik eigenlijk zeggen? Ja, vergeten groenten meer en meer. Hè, natuurlijk. Weer terug, zeg maar. Ja. Ja. Oké. Okay. En ik werk heel erg vanuit de nieuwe Nederlandse keuken, zoals we dat zeggen. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke Nederlandse gerechten die je in een nieuw jasje giet. Maar waar je wel een soort van ode hebt aan de Nederlandse product. Ja. Dus, leuk. Ja. Oh, lekker. Goed, we gaan. Ik kom straks bij jou terug. Ja. En dan ben prima. Ik benieuwd wat je weer gecreëerd hebt. Dan moet ik alleen even zorgen dat ik niet over mijn tafel en over de draden heen loop.
Zo, want inmiddels. Goed. Nou, hij komt uit Boksel. Hij is 19. Hij is verdediger en hij speelt nog bij Jong PSV. Wij hebben hier op de bank Maarten Pijnenburg. Ja. Welkom. Maarten, 2 weken geleden werd PSV kampioen. Dat moet een feestje geweest zijn, lijkt me. Zeker omdat iedereen ervan uitging dat Ajax zou gaan winnen. Hoe heb je die dag beleefd? Een speciale dag. Omdat, wat u net al zei, niemand had eigenlijk verwacht dat PSV toch nog kampioen zou gaan worden. Mm. En toch uiteindelijk zijn ze toch nog geworden. Dus dat was wel mooi in mijn laatste jaar eigenlijk. Ja. En waar heb jij hem gekeken, de wedstrijd? Ik heb hem gewoon thuis gekeken met vrienden die bij mij waren. Dus dat was wel gezellig. Leuk. Je bent momenteel met jouw 11e en laatste seizoen bezig aan de jeugdopleiding van PSV. Want je gaat PSV verruilen voor FC Utrecht. Ja. Heb je het niet meer zo naar je zin bij PSV? Of wat is de reden dat je de switch gaat maken? Nou, het was eigenlijk vooral vanuit mezelf. Ik zag meer perspectief bij Utrecht en vertrouwen bij Utrecht was eigenlijk... was beter dan bij PSV. En daarom was voor mij snel de keuze gemaakt om naar Utrecht toe te gaan. Oké, maar je hebt bij PSV een opleiding gekregen. Is het niet de verwachting dat je dan, je speelt bij Jong PSV, dat je dan automatisch doorstroomt? Als je dat allemaal zo, dat traject gelopen hebt? Ja, dat hoop je natuurlijk wel eigenlijk om zo via Jong PSV in het eerst te komen. Maar op een gegeven moment moet je eigenlijk ook reëel zijn en kunnen zeggen van... Nu is deze stap beter voor mij en moet ik nu eigenlijk niet naar een andere club toe gaan waar meer perspectief is voor mij. Oké. En is er dan, is het dat je een contract hebt bij PSV en dat afloopt, waardoor je ook makkelijk kunt overstappen? Of hoe werkt dat? Ik ben helemaal niet zo bekend met het voetbalwereldje. Dit was mijn laatste jaar en vanuit de ADO moet je over naar de senioren, dus naar het betaald voetbal. Yeah. En dan ben je eigenlijk een soort van transfervrij. En dan kan je de keuze maken of je bij PSV een contract tekent, waar ik ook de keuze had om bij PSV te tekenen. Of dat je naar een andere club toe gaat. En dat was eigenlijk dit jaar, aan het einde van het jaar, was dat het geval. Oké. En hoe vindt PSV het eigenlijk dat je er vandoor gaat? Vandoor gaat, dat klinkt zo oneerbiedig. Dat je de switch gaat maken, vinden ze het niet ontzettend jammer dat ze je moeten gaan missen? Jawel, ze vonden het wel jammer dat ik eigenlijk wegging. Ze hadden toch wel gehoopt dat ik bij Jong PSV zou aansluiten. Mm-hmm. Maar uiteindelijk hebben heel veel mensen ook wel respect voor mijn keuze gehad. En vond ook wel een dappere keuze. Nou, dat sluit me inderdaad bij aan. Ik denk dat het inderdaad een hele flinke stap is. Nou, FC Utrecht is nou niet echt naast de deur. Utrecht is een klein stukje rijden. Je traint dagelijks. Ja. Hoe ga je dat doen? Ga je dadelijk elke dag tot op en neer reizen? Of ga je gewoon verhuizen? Nee, ik ga op en neer reizen met de auto in het begin. Maar als het echt niet te doen is en het wordt heel lastig, dan gaan we wel proberen om misschien toch daar iets te kijken. Of daar een appartementje is of... Dus dat moet ik nog even allemaal bekijken. Maar in het begin ga ik gewoon op en neer reizen eigenlijk. Ja. En voor mij even, ik zeg al, ik heb niet zo heel veel verstand van voetbal. Maar ik vind het wel reet interessant op het moment dat PSV dan bijvoorbeeld zo wint. Hoe moet ik dat zien als jij nou zo'n dag gaat trainen? Hè? Want omdat we het er nu over hebben, zo van je gaat het op en neer reizen. Hoe zien jouw dagen eruit op het moment dat je zo van die trainingsdagen hebt? Ja, dat is eigenlijk heel verschillend. Het ligt eraan of ik 1 of 2 keer train per dag. Okay. En ik ben ook wel eens dagen vrij. Maar als ik 1 keer train, ligt het nog aan of in de morgen of in de middag. Maar dan als ik in de ochtend bijvoorbeeld moet trainen, dan moet ik om 8:45 moet ik op de club zijn. Dan is het meestal rond 10:00 trainen. En dan train je tot 11:30, 12:00. En dan meestal ga ik daarna nog iets voor mezelf doen. En is het rond 1:00 eten op de club en dan naar huis toe. Oké. Nou, helemaal goed. We hebben nog wat dia's van jou. Die gaan we erbij halen. Even terugkijkend naar... ik kan je wel vragen van, weet je welke wedstrijd dit is? Ja, ik zou nog wel weten welke wedstrijd dit is. Is dat serieus? Welke wedstrijd is dit dan? Dit is uit bij Ajax dit jaar nog, afgelopen jaar. Oké. En een gespannen gezicht. Heb je hem gewonnen of verloren, de wedstrijd? 2-1 gewonnen in de laatste minuten dus. Oh, geweldig. Leuk. Dat was een mooie wedstrijd. We hadden er nog één, volgens mij. De tweede dia. Ja, dit is dezelfde wedstrijd tegen Ajax. Ook die we toen 2-1 wonnen. Leuk. Ja, erg mooie actiefoto ook. Ja, zeker. Ziet er goed uit. Zie je ze vaak terug, zo foto's, waar je bij zo'n actie bent? Ja, wel eens. Wel, is wel leuk om te zien meestal zulke foto's. Ja.
Nou, je bent bij PSV begonnen in de F1. Maar ik neem aan dat jij ook in Bokstel gevoetbald hebt. Ja, bij ODC. ODC, oké. En hoe was dat? Wat was, daar kan ik me niet heel veel meer van herinneren. Ik weet nog wel, toen ik een jaar of 4, 5 was, ben ik begonnen toen. Mm-hmm. Toen was mijn vader ook trainer. En toen ben ik om de 7 naar PSV toegegaan. En eigenlijk vanaf toen is het allemaal begonnen. Nou. En sinds de zomer van 2014 maak je ook deel uit van PSV onder de 19. En je bent daar ook nog captain. Ja. Goed. Wat houdt het in om captain te zijn? Wat moet je daarvoor kunnen of wat moet je daarvoor doen? Je moet eigenlijk wel een soort leiderschap leiderschap in je hebben. Je moet kunnen coachen, je moet voor de groep kunnen staan en je moet eigenlijk zeggen waar het op staat en je moet mensen kunnen corrigeren. En, maar hoe moet ik dat dan zien? Is dan binnen het team dat ze zeggen, oké, Maarten moet captain worden? Of is het dan, er zijn er 3 die dat willen en die hebben zoiets van, nou goed, je moet daar iets voor laten zien dat je dat je dan de beste bent? Nee, wordt eigenlijk door de trainers wordt dat gekozen wie aanvoerder is en er wordt ook naar gekeken wie dan een beetje die capaciteit heeft ook om aanvoerder te kunnen zijn. Oké, ja, leuk. Hoe ben jij uiteindelijk bij PSV terechtgekomen? Want je bent begonnen bij ODC. Ja. Maar de stap naar PSV is dan flink. Ja. Hoe ben je daar... Toen ik 6 was, toen mocht ik op jeugdplan komen, noemden ze dat toen. Op wat? Jeugdplan heette dat. Oké. En daar waren, aan het begin waren meer dan 100 kinderen. En er werd dan elke keer moest je gaan trainen op zondagochtend. En dan vielen elke keer telkens wat jongens af. En op het einde van de zoveel boven de 100 jongens werden uiteindelijk 9 uitgekozen die dan bij PSV mochten komen voetballen. En daar was ik er uiteindelijk eentje van toen. Oké. Ja, het is al even geleden, maar dat moet wel echt een ontzettende kick zijn geweest. Zou het zelf niet meer weten hoe het was, maar ik denk dat ik het wel heel leuk vond. Want het is denk ik toch iedereen zijn droom om profvoetballer te worden als kleine jongen. Ja, nou daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Wat was je grootste toernooi bij PSV? We hebben in Durban dit jaar een heel mooi toernooi gehad. De Otter Cup was dit jaar ook een heel mooi toernooi. En waar zit hem dat dan in dat zo'n mooi toernooi is voor je? De entourage en natuurlijk ook het vele publiek wat komt kijken. En voor zulke toernooi, als er zoveel mensen komt kijken, hoe meer mensen er komen kijken, hoe mooier het eigenlijk is. Ja. En dat hadden we dit jaar ook met de Champions League eigenlijk. Okay. De Champions League, de Youth League voor ons was dat. Okay. Waar ook veel mensen telkens kwamen kijken. Ja. En dan staan je ouders er ook elke keer bij om je aan te moedigen. Mijn vader is er altijd bij en mijn moeder die is er ook wel vaak bij om te komen kijken. Om je goed aan te moedigen en te sporten. Zeker. Maar goed. Je debuteerde in het seizoen 2014-2015 in de Jupiler League. Ja. Speel je hier nu ook nog in? Vanaf volgend jaar speel ik er weer in de Jupiler League. Omdat je dan bij FC Utrecht... Ja, jong FC Utrecht die zit dan vanaf volgend jaar ook in de Jupiler League. Ja. En dan ga ik daar volgend jaar ook spelen. Nou heb ik begrepen dat toen jij de beslissing maakte om naar FC Utrecht te gaan, dat nog niet het geval was. Klopt dat wat ik zeg? Dat er nog niet in de Jupiler... Toen was het nog niet uit, zeg maar, dat Utrecht naar de Jupiler League mocht. Maar was het jammer geweest? Had je zoiets van, je hebt dus besloten de switch te maken toen je dat allemaal nog niet wist. Maar hoe vind je dat ze daar uiteindelijk... nu wel inzitten? Ja, voor mijzelf is het eigenlijk het beste wat er kon gebeuren. Ja. Dit was wel, hier had ik eigenlijk op gehoopt dat dit zou gebeuren. En het is prachtig dat het ook zo uitkomt eigenlijk. Ja, leuk. Dan speel je als verdediger nu binnen jouw PSV. Heb jij altijd als verdediger gespeeld? Bij PSV eigenlijk wel. Maar bij mijn oude club bij ODC was ik eigenlijk altijd aanvaller. En wat vind je uiteindelijk het leukst? Toch wel het verdedigen eigenlijk. Toch wel het verdedigen, ja. Ben jij als verdediger zowel in de lucht heel sterk of beter op de grond? Ja, eigenlijk kan alle twee, maar ik denk dat ik zelf toch wel het beste ben door de lucht. Ja? Ja, ja had met kopduels en daar ben ik wel het beste in. Ja, ik zie dan altijd gelijk van die hele spectaculaire bewegingen die dan gemaakt worden, maar dat zijn wel dat is wel jouw ding, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Erg leuk. Wat is jouw mentaliteit op het veld? Heb je echt zoiets van, nou, gewoon gas, hup, vol gas ervoor, die hard, huppelkee? Of heb je zoiets van, nou, gewoon een lekker spel? En hoe sta je erin als je op het veld staat? Ja, natuurlijk, ik wil sowieso altijd winnen. En daar doe ik ook wel alles voor. Ik kom altijd
om altijd te winnen en soms wel eens te veel dat ik traag mijn best doe. Okay. Maar ja, als ik op het veld sta, dan wil ik eigenlijk ten koste van alles winnen. En ja. Zo zit ik eigenlijk met alles in elkaar. Nou, dan hebben ze dan bij FC Utrecht wel een goede aai. Ja, ik ook. Wat zou jij, want je bent zelf als jong, klein jongetje, ben je uiteindelijk naar PSV gegaan. Wat zou je het jonge talent van Bokstel willen meegeven? Die kleine voetballertjes die nu op het voetbalveld staan, die droom ook hebben. Wat zou je hun willen meegeven? Ga voetballen, zoveel mogelijk voetballen als je kan als je uit school komt. Ga voetballen, niet achter de PlayStation zitten, maar ga voetballen met vrienden en ga naar buiten toe. En gewoon plezier maken en dan hopelijk dat je ooit gescout hebt en gewoon je best gaan doen. Ja, helemaal goed. Nog één laatste vraag. Nu ben je volop aan het voetballen als verdediger. En, hè, ja. Je hebt daar een hele belangrijke overstap gemaakt natuurlijk. Waar wil je uiteindelijk nog ooit komen? Wat is het ultieme doel, zeg maar? Om eigenlijk in de Premier League te spelen in Engeland. Dat zou wel echt top zijn. Ja. Nou, dat gaat je vast lukken. Als je met de mentaliteit zoals je hem nu net uitlegde, zo van ervoor gaan, dan moet dat geheid gaan lukken. Ik hoop het. Ik ga jou heel erg veel succes wensen bij FC Utrecht. Dank je wel. En wie weet komen we elkaar nog wel eens tegen. Ja, wie weet. Dank je wel. Graag gedaan. We gaan weer koken bij Yvonne. Yvonne, ben je er klaar voor? Ik kom, ja, hè? Hoor. Ja, ja. Ik ben er helemaal klaar voor. Goed. Ik kom eraan. Oh, het ruikt zo ontzettend goed. Daar word ik blij van. Nou, aspergetijd, hè, dat is hier al een paar keer voorbij gekomen, ja, volgens mij. Volgens mij ook. Nou, ja. Groene asperges komen iets later als de witte. Heerlijk om ze lekker te roerbakken, een beetje krokant te eten. Ik heb nou een bakje gemaakt van bladerdeeg, mm-hmm, met wat zwarte sesamzaadjes erop. Ik vind het altijd belangrijk dat... Dat los van dat de smaak gewoon heel goed moet zijn, hè, dat het vooral lekker is, maar dat het oog ook wat wil. Ja. Dus het moet altijd voor mij feestelijk uitzien dat het dat eet een feestje is. Ja. Dus ja. Erg leuk. Nou heb jij twee vegetarische gerechten bereid. Ja, zeg goed, klopt. Hè? Ja, klopt. Maar ik neem aan dat je ook nog wel eens met vis en met vlees aan de gang bent. Doe je ook wel eens echt vleesvervangers gebruiken? Ja, ik ben zelfs genomineerd als Brabants held van de smaak daarop. Ik werk veel met peulvruchten. Vooral ook, ja, het is een heel fijn product om als vleesvervanger te verwerken. Ja. En je kunt er eindeloos mee combineren. Dus, ja, helemaal leuk. Ja, je zei net van de groene asperges komen later dan de witte. Ja. Nou moet ik heel eerlijk bekennen dat ik helemaal geen keukenprinses ben. Ja. Waarom is dat dan? Die groeien onder de grond en deze erboven. Kijk, nou heb ik weer wat geleerd. Dat wist ik echt niet. Als niet zo'n keukenprinses zijnde. Jij bent hier vakkundig alles aan het hakken en aan het fijn krijgen. Ik sta altijd enorm te klojo met van alles en nog wat. Zijn er nog handige trucjes voor die ik zou kunnen doen, zodat het mij ook een stukje makkelijker wordt om het een en ander te snijden, snel gehakt en gesneden en dergelijke gekregen te krijgen? Ja, je wil zeggen om het met de hand te snijden of gewoon machine? Met de machine kan natuurlijk ook, maar wat voor machine gebruik je daar dan voor? Ik werk zelf altijd met de Magimix. Dat is een hele fijne keukenmachine, maar dat is misschien reclame. Dat zou zomaar kunnen. Ik heb geen idee. Nee, maar, en dan zijn er vast nog 100.000 andere die we daarin kunnen noemen. Maar het is vooral leuk om met de hand te snijden. Ga eens googlen en dan allerlei snijtechnieken kom je tegen. En dat is vooral ook heel leuk om groenten op een mooie manier te snijden. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Ja. Want ik zeg al, bij mij ziet het er op de een of andere manier altijd zo rommelig uit. Wat ik me afvraag, hoe lang ben jij al zo biologisch aan het koken? Is dat altijd, heb je dat altijd gedaan? Nee, niet altijd, maar ik kook al wel zo'n 20 jaar biologisch. Dus, dat is wel, daar kunnen nog veel mensen wat van leren. Ja. Helemaal goed. Dankjewel, het ziet er erg mooi uit. We gaan het straks ook nog eventjes proberen natuurlijk. Ik kom straks nog even bij je terug. Helemaal prima. Oké, want we gaan naar de volgende gasten. Je hebt nog tijd over. Oh, joep, dankjewel. Zo. Even kijken. Het is elke keer even een wandeling. Hallo dames. Hallo. Goed, want bij mij op de bank twee dames.
En we zouden er eigenlijk vandaag 3 hebben. Ja. Monique is er helaas niet bij. Misschien moeten we even zwaaien naar Monique. Monique, we hopen dat je in ieder geval zit kijken. Want we zijn hier voor de Koffietijd Award. Bianca, jij bent genomineerd. Ja, dat klopt. Voor de Koffietijd Award. Welkom. Dat was ik al bijna vergeten. Bianca, we hadden een aantal vragen ook. Had ik graag aan Monique willen stellen, maar ik ga ze gewoon aan jou stellen. En kijkend of jij daar ook een antwoord op kan geven. Heb jij enig idee gehad wat er in de oproep stond van RTL voor het aanmelden van kandidaten voor deze Koffietijd Award? Nee, het moment dat Monique mij. Ze heeft mij getagd op Facebook. En daarin heeft zij. Gezegd dat ik hem verdiende. En toen heb ik eigenlijk gereageerd van, nou, dat vind ik al heel erg lief, heel erg leuk dat je dat doet. Maar dat vind ik al een hele eer. Ja. Het had voor mij niet gehoeven. Maar uiteindelijk heeft ze het dus wel gedaan. Ja. Hoe snel had zij die reactie van RTL? Weet jij hoe dat gegaan is? Nou, ik denk dat je daar beter aan, misschien dat Karin er iets meer van weet. Weet je er iets meer van, Karin, hoe dat precies gelopen is? Ja, ze heeft een verhaal ingestuurd over Bianca. En een stukje verhaal wat Bianca voor mijn gezin, voor ons betekend heeft. Maar ook voor heel veel andere mensen. Twee vriendinnen van haar die borstkanker hebben. Waar Bianca heel veel voor heeft gedaan. En met dat verhaal heeft eigenlijk vrij snel RTL contact met Monique opgenomen. Van nou, we willen toch met het verhaal van Karin dan en haar gezin, willen we mee verder gaan. En we gaan Bianca nomineren en we gaan haar verrassen. Ja. En toen zijn ze tweede Pinkster, hebben ze contact met mij opgenomen of ze mochten filmen en in hoeverre wij erin open stonden. Nou, wat dat inderdaad, want wist jij dat dit allemaal gaande was? Want heeft Monique dat met jou kort gesloten? Zo van, hé Karin, we willen dat, ik heb het idee om dat te gaan doen. Nee. Nee, Monique heeft eigenlijk heel spontaan gereageerd op een oproep van Koffietijd. En toen ze wel merkte van, hey, dit gaat iets betekenen, iets worden, heeft ze Bianca ingelicht en achter Bianca's rug om mij ingelicht. Oké. Dat was een beetje geheimzinnig. Ja, dat krijg ik in de gaten. Ja, maar wel heel erg leuk. Laten we wel wezen, het is een hele eer om dat zo... Absoluut, en vooral... Ja, dat is zeker. Het is al heel erg mooi. En ik wist al wel vrij snel... ik was een aantal keren door RTL4 al gebeld. Van, we hebben een inzending gekregen... en we willen je even laten weten dat je bij de laatste 25 zit. Oké. Zo is het eigenlijk. Dus ze wilden graag wat meer over mij weten. Nou, dat is natuurlijk super moeilijk om iets over jezelf te vertellen. Ja. En nogmaals... Ik was wel een beetje verrast. Daar kan ik me iets bij voorstellen, absoluut. Karin, kun jij uitleggen wat Bianca voor jou betekend heeft? Ja, dat kan ik. Op 30 maart werden wij plotseling verrast door een zoon die heel hevige hoofdpijn had. En uiteindelijk het ziekenhuis is beland en daar bijna 3 weken heeft gelegen. Doordat hij een aneurysma in zijn hoofd had. Dus op 30 maart, terwijl ik stond te koken, word je van het een op het andere moment als ouders uit hun gezin geplukt. Omdat alle zorg en aandacht naar je zieke zoon gaat. We hebben nog 3 andere zonen. En ik moet zeggen, het is meteen zo goed opgepakt door mensen om ons heen. Mijn schoonouders zijn meteen in huis gekomen. Zijn al mensen, zijn al wat ouder. Die krijgen in één keer de zorg ook voor 3 kinderen. En dan is het gewoon heel fijn dat onder andere ook Bianca vooral meteen kordaat naar mijn huis is gereden en mijn schoonouders heeft ondersteund. En vooral de zorg van de kinderen, school, contact met school, contact met de sportvereniging. Dat voor de andere 3 broers van mijn zoon Daan, dat het allemaal gewoon doorging. En dat is gewoon heel fijn. En de ene vriendin heeft... mijn werk overgenomen. De andere vriendin heeft, of mijn zus heeft bijvoorbeeld geregeld ook vaak naar het ziekenhuis gereden en spullen meegebracht. En Bianca ook. Als de kinderen wilden komen, dan reed Bianca op en neer. Die heeft eigenlijk heel veel zorg weggenomen bij mijn schoonouders. Ja. En dat waarderen ze heel erg. Ja. Ik wilde gewoon heel graag dat het gezin kon blijven. Ook al was er heel veel aan de hand. Kijk, als je 2 kinderen op de basisschool hebt... En 2 kinderen op de middelbare, waarvan er 1 in het ziekenhuis ligt. En dan de oudste nota bene ook nog een proefwerkweek in het vooruitzicht had. Ik vond het gewoon, en een examen, want er zit het examenjaar. Ja. Ik vond het gewoon heel belangrijk dat het eerst thuis goed geregeld was. En ook al wilde Karin
ook heel snel dat ik kwam. Ik had toch de keuze gemaakt om eerst even voor het gezin alles te plannen. En het aangenaam te maken voor de opa's en oma's. Ja. Schema's gemaakt, gezorgd dat de kinderen gewoon opgehaald werden door steeds dezelfde mensen om naar het voetballen te gaan of te gaan tennissen of wat dan ook. Ja. En dan zijn er waarschijnlijk weer hele sterke mensen bij jou in het gezin geweest die daar de boel draaien. Ja, zonder mijn man en mijn eigen puberzoon had ik dit natuurlijk niet kunnen doen. Maar ik mocht thuis, ik werk voor mezelf, ik werk ook fulltime. Ja. Ik kon thuis de boel laten. Ja. En ik ging gewoon iedere dag die kant op. Die kant op. Ja. Nou, hadden jullie het er net al inderdaad al even over. Hè? RTL 4 is veelvuldig om de hoek komen kijken met belletjes. Maar ook uiteindelijk hebben jullie een promotiefilmpje op mogen nemen. Om je nog wat extra support te geven. En zodat mensen daar ook dadelijk op kunnen stemmen. Of al de afgelopen tijd op hebben kunnen stemmen. Nee, vanaf donderdag. Vanaf donderdag. Ja. 10:00. Klopt. We gaan kijken naar een klein stukje uit dat promotiefilmpje. Ik vind dat Bianca, een gouden vriendin van mij, de Koffietijd Award moet winnen. Zij staat echt belangeloos voor iedereen klaar en zeker voor ons in een hele moeilijke periode. Waarbij wij alle zorg en aandacht voor ons kind nodig hadden, was zij er om het thuisfront te helpen en te ondersteunen. Ik vind dat Bianca de Koffietijd Award moet winnen omdat ze mij heel goed had gezorgd voor me toen ik ziek was. En voor mijn broertje en voor mijn ouders. Bianca verdient gewoon om de award te winnen, omdat ze er altijd was. En je leek eigenlijk wel een tweede moeder. Dus allemaal alsjeblieft heel erg veel stemmen, dan kan ze de mooie award gaan winnen. Ja, heel erg mooi om te zien. Heel erg mooi. Stond dat er nou op, in één take op? Of hoe was dat? Nou, laten we beginnen. Hoe was dat om te doen? Want dat doe je niet elke dag, even een promotiefilmpje opnemen. Maar nee, dat was erg leuk. Ja. Ja, ook de kinderen die vonden het echt een hele leuke ervaring. Okay. Het ging ook eigenlijk goed. Ja, het is gewoon... Want mijn zonen vroegen ook van, ik had van tevoren hun toestemming gevraagd van, willen jullie gefilmd worden? En ja, maar wat moeten we dan zeggen? Ik zeg gewoon de vraag beantwoorden en gewoon zeggen hoe je het ervaren hebt. Ja, en stond het er uiteindelijk in één take op of is het een aantal keren overgedaan? Nee, dat ging vrij snel. Ik vond het één keer helemaal leuk. Nou ja, Bianca, jij geeft al aan van, nou, ik ben uiteindelijk, Monique heeft jou verteld dat het was. Hoe is het traject verder gegaan? Je hebt net al wel even gezegd, nou, bij 25, dat ik bij de laatste 25 was. Ja, dat wist ik. Dat wist je. Dat wist ik. Toen ben ik een paar keer weer gebeld door RTL 4 en... Ja, ze zijn heel meewerkend, want ze bellen gewoon terug als je heel druk bent. Dus dat vond ik ook heel prettig. Ja. Je wordt er heel goed in begeleid. Mm-hmm. Ze hebben mij gezegd van, goh, ben je misschien maandag, dinsdag of woensdag thuis? Dat was dan op maandag, tweede Pinksterdag. Ik zeg, ja, ik ben thuis en ik werk aan huis. Dus je mag altijd langskomen. Ja. Nou, toen heb ik een mail gehad en hebben ze me daar nog over gesproken. Van, goh, mocht je bij de laatste 5 zitten, dan wil je dan maandag tussen 2 en 3 uur thuis zijn. Ja. Nou ja, dat is goed. Dan houden we daar rekening mee. Ja. Nou goed, dus wij zitten thuis te wachten. Spannend. Spannend. Ja, superspannend lijkt me dat. Ja, ondertussen was er iemand van Brabant Centrum die graag een interviewtje wilde doen. Mm-hmm. Nou, dus dan ging de tijd ook wat sneller. Nou, het was 2:55. Toen kreeg ik van Karin een appje van... En zijn ze al geweest en laat je me snel iets weten. En ik wist dat zij een verjaardag had, dus niet erbij kon zijn. En Karin praat nogal makkelijk. Mm-hmm. En ik vind de camera een beetje... Ja. Lastig, hè? Dus ik zeg, kun je mij dan niet komen helpen? Nee, want ik had echt, ze moest naar dat feest. Nou, maar dat was niet, want dat werd bij mij natuurlijk gefilmd. Ja. Dus het was ook echt een verrassing. Dus het was 3:00 ondertussen. Ik zeg, nou, ze komen niet, dan zit ik er niet bij. Maar het is al heel erg leuk dat iemand je opgegeven heeft. Ja. En dat je genomineerd bent daarvoor. Dat het toch eigenlijk wel bijzonder is wat je doet. Dus ik moest mijn best gaan doen om Bianca thuis te houden. Want ik zei al tegen de RTL-ploeg... Ja. Ik ken Bianca, 3:00 is 3:00, niet geweest. Dan gaat ze er andere dingen doen. Ja. En ik zei ook van, goh, mijn moeder die is gisteren gevallen. Die heeft op 2 plekken haar pols gebroken, dus ik wil gewoon weg. Ja. Toen zegt ze, oh, dan moet je mij nog de deur uitwerken. Zij ook nog die persoon dus. Ja, Carrie van Brabant. En dus op een gegeven moment was het 3:55. En ik denk, waar blijft ze toch zitten? En toen ging de deurbel. En toen stonden ze er alsnog. En ik had ze echt niet aan zien komen lopen. Dus het was me een beetje overvallen. En ik vond het ook eigenlijk best wel een beetje... emotioneel. Ja, dat kan ik me even voorstellen. Het verrassingseffect was daardoor nog groter eigenlijk. Was wel gelukt. Ja. En ik dacht echt, die begint nooit te laat. Iedereen is van de schema's, dus die dat is gewoon geweest, klaar. Ja.
Ja, dat moet inderdaad wel echt een verrassing geweest zijn. Ja, dat was wel heel leuk. Ja. Maar dan staat er een volledige cameraploeg voor je voordeur. Ik neem aan dat de buren dan ook wel eventjes door de Luxeflex of voorbij de gordijnen even blikken van wat is daar toch aan de hand. Hoe heeft de omgeving gereageerd? Ik heb dat niet zo ervaren dat mijn buren echt... Hè? Nou ja, iedereen, ik heb heel veel leuke reacties gehad. Ja. Appjes, privé, in mijn zaak. Zoveel reacties dat ik dacht, oh ja. Weet je wel, ik had niet verwacht dat het zo'n hype zou zijn. Ja. En toen werden we ook nog eens benaderd voor... om hier te komen zitten. Mag je hier nog een keer komen kletsen? Ja. We hebben natuurlijk die stemmen heel hard nodig. Dus nou ja, dat is inderdaad, want we gaan het langzaam afronden. Je zei net al heel kort even, nou, vanaf donderdag kan er gestemd worden. Hoe gaat dat in zijn werk? En ik zou zeggen, nou, gooi er nog even een laatste promotie in. Nou, ik heb toevallig strakjes nog contact gehad met RTL. Mm-hmm. Ik heb begrepen dat je vanaf om 10:00 begint de uitzending. Tussen 10 en 11 is het live op tv. Ja. Dan zit ik met de andere 4 dames die ook genomineerd zijn, die de laatste 5 zijn, zitten wij live in de studio. Mm-hmm. Dus hartstikke spannend, maar dan kan ik nu al een beetje oefenen. Ja, precies. Dus de milde variant. Ja. En dan mogen we daar ons verhaaltje doen en ons dingetje doen. En we gaan er gewoon een feestje van maken. Ja. Het is gewoon al heel bijzonder dat je bij de laatste 5 zit. Ja. Dus morgens vanaf 10:00 mag je via de website van koffietijd.nl stemmen. Ja. Tot middernacht. Mm-hmm. En dan word je de volgende dag, mocht je de winnaar zijn, je moet sowieso klaarstaan om 9:15 volgens mij. Ja. Dan kan het zijn dat ze komen of niet. Okay. Maar dat moet ook echt een verrassing zijn. Maar dan moet je gewoon thuis klaarstaan? Ik of moet dan, thuis klaarstaan, aangekleed en wel. Ik mag 3 mensen meenemen. Dus ik wil hem heel graag mee naar S nemen. Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. En we hebben hem alle 5 verdiend. Dat klopt. Maar dan wil ik nog aan toevoegen. Iedereen stemmen op Bianca Mulders. Precies. Dus. Ze heeft het verdiend. Ze heeft het echt verdiend. Absoluut. Inderdaad. Allemaal stemmen, allemaal kijken donderdag. Ik mag echt oprecht hopen dat je hem in de wacht sleept. Ik wens het je van harte. En we gaan het zien en we gaan het horen. Heel veel succes, maar vooral ook heel veel plezier. Jawel. Dat gaan we zeker doen. Dank je wel. Dank je wel. Goed, dan gaan we kijken wat Roel en Emiel deze week weer beleefd hebben. Want die zijn op tweede Pinksterdag bij de Oldtimerdag in Liemt geweest. Ben benieuwd. We staan hier op de Oldtimerdag in Liemde. Of is het nou een autokerkhof hier? Onze oldtimers staan hier voor. Dat minder niet. Ja, dat weet ik wel, ja. What are you doing in Liemde? We come over here to see the show. No, not the shit. No, not the shit. No, 1995 hebben we hem gehaald en sinds 2000 rijdt hij op de weg. Dat minder niet. Dat meen ik echt. Goed, hè? Opel, Mercedes, BMW, Kiemen, Rally Coupé, Peugeot, Mercedes, BMW. U bent met het vliegtuig? Ja, ik ben met het vliegtuig, ja. Ja. En volgens mij hoort die bij u. Dadelijk bij vertrek moet ik echt zorgen dat ik plaats heb, want ja, landing zijn vertrekbaan natuurlijk. Ja, en to whom belongs this... It's my car, van mij. Ja. Van mij, ja. En is hier in Nederland opgeknapt? Ja, hebben we zelf gedaan. We hebben 5 jaar al gedaan. De min niet. Dat meen ik echt. My wife is Barbara. She's from Oshkosh, Wisconsin. She looks like an oldtimer or like a youngtimer? Oldtimer. She looks like an oldtimer. Grote achterbank zie ik. Ja, dat hadden we nodig, hè? Ja. Want die. En dat meen ik ook. En uit welk jaar is deze? Nou, die is uit 2011. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het ermee? Ik mag niet veel aanraken hier, hè? Nee. Mag ik uw vrouw ook niet eens aanraken? Die moet ik eens aanraken. Ben u zijn vrouw? Ja, zij. Even aanraken. Ja. Ben nou tevreden. Is nou, ben nou tevreden. Staat hier dat ik niet mag, maar? Ja, nee, dat mag. Nee, dat mag. Nou, hier hebben we dus een hele mooie Citroën Traction. Ook netjes gerestaureerd. En die is van 54, bijzonder goede staat. Nou.
Ziet er net toch wel netjes uit, hè? U fotografeert auto's? Ja. Ja, ook. Zeker weten? Eigenlijk van alles. Vrouwen? Ja. Mooie vrouwen? Ja, ook al als ze gaan, de kans hoor. Dan, ja, zeg ik wel. Je moet een moment afwachten zo, van waar je dan zo langs de weg ziet. En, ja. Of ze een beetje jong zijn of oud? Ja, op zich maakt dat niet uit. Het is meer het model dat me dan aanspreekt. Ja. Blond, donker? Die driezitter. Ik heb het over de auto. Oh! Nobody Patris et Filius et Spiritus Sanctus. Zes cilinder. De pauze, ja. De lucht in, hè? Hey. De lucht in, hè? Ja, de lucht. Kom op. Yo. Nou, volgens mij is dit wel het voorbeeld dat je met Roel en Miel overal twee keer kunt komen. De tweede keer om je excuses aan te bieden. Nee, flauwekul. Geweldig leuk hoe jullie dat gedaan hebben. We gaan door naar het volgende item. We hebben namelijk vanaf 1 januari 2016 werken de medewerkers van de gemeentes Bokstol en Sint-Michielsgestel samen. Het zijn twee zelfstandige gemeenten met ieder een eigen bestuur en een eigen beleid. De ambtelijke samenwerking biedt kansen voor zowel burgers als veel ondernemers, als het bedrijfsleven. De gemeenten werken met de meierij ook samen op diverse gebieden. Daarvan is denk ik de aanpak van de asielzoekers is daar er eentje van. Nu hebben de meierijgemeenten, ik moet het goed zeggen, een gezamenlijk plan gemaakt voor de opvang van asielzoekers. En burgemeester Jan Pommer van Sint-Michielsgestel is aangesteld als coördinerend burgemeester voor de meierijaanpak. Burgemeester, welkom. Fijn dat u er bent. Dankjewel. U bent aangesteld als coördinerend burgemeester. Het zijn van die woorden waar ik af en toe zo verschrikkelijk over struikel. Ja. Voor de meierijaanpak. Ja. Door wie bent u aangesteld? Door de commissaris van de Koning. Door de commissaris van de Koning. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Moet u daarvoor op sollicitatiegesprek? Of, Nee, dat ging eigenlijk op een hele bijzondere manier. Hij zat in China en het was rond Pasen. En toen belde de kabinetschef op, ben je dan en dan thuis? Want je kunt een telefoontje krijgen van de commissaris. En het gaat over het vluchtelingenvraagstuk. En dus op een moment was het zover. Hè? Dan heb je een heel tijdsverschil in China. En dan hoor je hoe je morgen het wel het avond is en omgekeerd. Ja. En dan gaat het zo in de trant van, goh Jan, ik heb jouw hulp nodig. Want we zitten toch wel met een heel groot probleem in Nederland, ook in Brabant. Mm-hmm. En er zitten in Brabant 7200 asielzoekers, vluchtelingen. Mm-hmm. Die moeten worden gehuisvest. Dat is toch wel een hele grote klus. En iedere gemeente, al die 63 of 64 gemeenten, die moeten daar een stukje van doen. Nou, dat krijg je heel moeilijk van de grond. Ik heb de provincie in 11 subregio's ingedeeld. Uh-huh. En één daarvan is de meierij. En binnen die meierij heb ik aan jou gedacht om jou coördinerend burgemeester te maken. Uh-huh. Ja, en de vraag van wil je dat is eigenlijk, als een commissaris of een burgemeester wat vraagt, dan zeg je eigenlijk ja. Dat was ook helemaal geen punt van discussie. Uh-huh. Dus het was meer het verhaal van, goh, jij bent het. En zodra ik uit China terug ben, eind maart, dan komen we een keer bij elkaar. En dan hoor je wel verder hoe we het gaan aanpakken. Althans, wat ik denk dat de beste aanpak is. Ja. En de meierij bestaat dus behalve Den Bosch uit Heusden, Sint-Michielsgestel, Bokstel, Haren en Vught. Ja. Ja, helemaal goed. En even een klein stapje terug. U geeft aan van, nou ja, u bent aangesteld door de commissaris van de Koning. Wat voor taakstelling hebben de Brabantse gemeenten meegekregen? Wat is de opdracht die er ligt? De opdracht die wij kregen, je moet even een onderscheid maken tussen vluchtelingen en statushouders. Ja. Nou, statushouders zijn mensen die recht hebben op een woning, zelfstandig gaan wonen, en vluchtelingen. Die hebben nog geen recht om een zelfstandige woning te hebben. Dus die vang je op in AZC's, hè, asielzoekerscentra, grote of kleinere. En hij had de verdeling zo gemaakt, hè, dat er van die 7200 er ruim 1320 vluchtelingen in onze regio, dus van Den Bosch en omgeving, moesten worden gehuisvest. En er was een criterium dat een AZC een minimum moest hebben van 300. Dus je hebt al een minimum van 300. En als er ergens minimaal 300 vluchtelingen zijn gehuisvest,
dan mogen andere gemeenten volstaan met een mini-AZC of een satelliet-AZC, zoals dat genoemd wordt, van 200. Dus je moest die som van 1320 zodanig verdelen dat je clusters houdt van 200, 300 minimaal en vervolgens 200. Nou, dat was punt 1. En punt 2 heeft iedere gemeente zijn taakstelling voor statushouders. En die moeten per jaar worden ingevuld. Voor een gemeente zoals Schessel is dat 80 en voor Boxtel 85 of 90. Het ligt allemaal niet zo ver uit elkaar. Nou, en de bedoeling was dat we voor 15 mei, dus dat is dus recent geweest, een plan van aanpak zouden indienen bij de commissaris. Ja, waarin we zowel de opvang van de vluchtelingen, dus over die AZC's, meenden hebben geregeld als voor de statushouders. En die mochten tegen elkaar worden uitgeruild. Met andere woorden, als een gemeente zegt, nou, wij zijn bereid om een AZC of heel veel vluchtelingen op te nemen, dan wordt er van een andere gemeente verwacht dat die wat meer doet aan de statushouders. Ja, absoluut. Nou, en dat plan is ingediend voor 15 mei. Ik las dat er nog 2 of 3 regio's nagedruppeld zijn. En op 1 juni, dus dat is heel snel, dan komen wij met z'n 11, dus die 11 coördinerende burgemeesters, bij de commissaris op bezoek om eens te kijken wat het allemaal heeft opgeleverd en hoe we verder kunnen gaan. Oké, en ik moet het goed zeggen. Hoe verloopt die samenwerking dan onderling? Hoe zie ik dat dan voor me? Jullie komen eens in de zoveel tijd bij elkaar? Of dat gaat dan per telefoon of per mail? Nee, ik heb zelf gezegd, we komen nu vanaf het moment dat we, dus als na 31 maart, de boodschap en de opdracht hadden gekregen. Elke dinsdag na de collegevergaderingen, alle colleges, burgemeester en wethouders vergaderen op dinsdagochtend. En na afloop van de collegevergaderingen in Sint-Mierschessel het gemeentehuis bijeen. En dat waren de 5 burgemeesters en namens Den Bosch wethouder logisten. En die komen dan bijeen. Daaronder of daarnaast zit een ambtelijke voorbereidingsgroep. Die inventariseren. Die hebben contacten met de lokale ambtenaren over leegstaande panden, percelen. Alle mogelijkheden die je zou kunnen bedenken om mensen te huisvesten. En die gaan we dan met elkaar uitwisselen. En dan proberen we zo te schuiven en te dealen met elkaar, dat je die opdracht dan kunt invullen. Ja, en op wat voor, moet ik even denken. Jullie hebben dat plan neergelegd. Ja. Dat is redelijk recentelijk, maar ondertussen is er wel van alles gaande. Qua uitvoering van die plannen, is daar al het een en ander uitgevoerd? Hoe ver staat het? Nee, dat is best wel een hele moeilijke, want het is een heel een ingewikkeld probleem. Hè, want in de eerste plaats praat je over het probleem in getallen. Mm-hmm. Nou, persoonlijk vind ik dat al heel erg moeilijk, want ik vind dat je het over mensen moet hebben. Ja. Het zijn allemaal mensen van vlees en bloed, mm-hmm. vaak met een hele geschiedenis achter zich. Ja. Dus wij zeggen tegelijkertijd, als je praat over huisvesting of locatie, moet je nu al nadenken over de opvang, de integratie. Er moet een soort doorlopende lijn zijn. Dat als de mensen eenmaal in jouw gemeente zijn, dat ze dan ook als het minderjarigen zijn naar het onderwijs kunnen, of naar de kinderopvang en de vluchtelingen AZC taalles kunnen krijgen. Dat je nadenkt over begeleiding naar werk. Dus het is een complex probleem. En dus je moet op het moment dat je A zegt, van wij willen best een aantal mensen huisvesten, moet je ook B zeggen, moet je ook al nagedacht hebben over de vraag en hoe gaan we dat dan enerzijds met vrijwilligers en anderzijds vanuit het COA met professionals, hoe gaan we dat allemaal opvangen en begeleiden. Ja. Nou, dan heb je een plan, maar op het moment dat je dus locaties voor ogen hebt, heb je nog niet de sleutel om op, als je 15 mei een plan indient, om op 16 mei de sleutel van dat pand om te draaien en te zeggen, nou hier kun je in. Ja. Het COA keurt op de eerste plaats goed of het wel kan. Er moet gekeken worden naar sanitaire voorzieningen, naar mogelijkheden van onderwijs, van integratie. Mm-hmm. Dus je hebt op enig moment wel een plan voor huisvesting. Van Den Bosch weten we dat die op zich genomen heeft om dat grote AZC te maken. En die praten echt dan niet alleen over 300, maar in één keer over 700 en meer tegelijk. Ja.
Nou, dat is geweldig hè, dat je zo'n grote speler in het veld hebt. Want dat betekent dat ons probleem al voor meer dan de helft is opgelost hè, voor de andere 5 gemeenten. Ja. Maar wij weten van Den Bosch dat de hele inspraak en het hele proces om uiteindelijk tot een plek op koude water te komen, dat nog een tijdje duurt. Ja. Nou, dan is de grote vraag, als bijvoorbeeld Heusden die bereid is om 200, 250 mensen op te nemen, dat zou dan een zogenaamde satelliet AZC zijn. Kun je al een satelliet maken als het grote AZC er nog niet is? Ja. Nou, dat zijn allemaal dingetjes die, maatwerk vragen, die echt om een oplossing vragen. Ja. Nou, dat is zo'n complicerend punt waar je het met het COA en met de gemeente Heusden over hebt. Bokstel, om het bij jullie en onze eigen gemeente. Wij werken samen mijn gemeente dichtbij. Hè. Ja. Dat is onze ambtelijke fusie. Ja. Nou, collega Mark Buijs heeft zich ingezet om te kijken of hij vooral minderjarigen hier zou kunnen krijgen. Nou, dat is een heel proces geweest, daar weten we al van alles van. Ja. Hè. Dat, eerst kon het niet, toen kon het wel. Nou, uiteindelijk heeft de staatssecretaris gezegd, prima. Wij proberen in Boksel 150 minderjarigen neer te zetten. Ja. Nou, minderjarige jongens en meisjes vragen een hele andere begeleiding. Ja. Een hele andere aanpak dan gezinnen die je ergens plaatst. Ja. Of alleenstaande mannen die je met 100 of 200 bij elkaar zet. Dus al die zaken vragen om maatwerk. En we zijn dus nu zover dat we van de ruim 1300 vluchtelingen die wij zouden moeten huisvesten, met de taakstelling van Den Bosch, met de 250 van Heusden en de 100, 150 van Bokstel minderjarig, als het allemaal gaat komen, dat er nog een restant overschiet van ongeveer 160. Nou, dat is een heel ongelukkig getal, want je moet eigenlijk op die 200 weer uitkomen. Ja. Maar Haren, Vught en Sint-Michielsgestel zijn met elkaar aan het kijken of wij nu die laatste pluk kunnen invullen. Ja. Nou, er zijn deze week nog allerlei bezoeken aan locaties over. Dus we zijn in die zin volop bezig. En dat is dus niet 15 mei afgelopen. Nee. Wij denken dat we het hele jaar bezig zijn. En als we naar de wereld kijken om ons heen, wat er in het Midden-Oosten gebeurt, in Afrika gebeurt. Ja, er staan nog miljoenen mensen op het punt te vluchten. Ja. En wij sluiten niet uit dat we door moeten gaan, ook voor het jaar 2017. Ja. Ja, dus ik ben nog wel een tijdje als coördinerend burgemeester. Ja, kunt u nog even aan de gang. Van de weg af. Ja. Ja. Een laatste vraag. Er is een ambtelijke samenwerking tussen Sint-Michielsgestel en Bokstel. Ik ken de term twee kapiteins op één schip. Dat gaat over het algemeen niet zo heel goed samen. Hoe werkt dat? Hoe is de samenwerking tussen jullie als burgemeesters? Nou, die is heel goed. We hebben vanmiddag weer overleg gehad. Nou, Mark en ik, we zijn twee totaal verschillende mensen. Ja. Ook qua leeftijd, qua uiterlijk, qua ervaring, qua karakter, et cetera. Dus eigenlijk vullen jullie gewoon elkaar eigenlijk alleen maar en daardoor zijn we zo complementair dat we alles tegen elkaar kunnen zeggen. Ja. Heel veel met elkaar delen. Heel vaak vanuit de auto eventjes zo bellen. Ja. Gewoon vragen van, hoe zou jij dat doen? Ik ben van plan dit te doen. En nou, je mag best weten, er is nog geen onvertogen woord gevallen. Kijk. En toen wij die ambtelijke fusie aangingen, toen waren we toevallig met de kick-off in Bokstel. En er is nog een foto, die moet ergens nog rondzweven. Ja. Dat Mark mij als een bruid letterlijk oppikt. En over de drempel van de samenwerking heen draagt. Nog steeds in de witte broodsweken dus. Ja, we waren echt. Ja, hij was eigenlijk mijn blondje, maar goed. Hij is jonger dan ik, dus we zijn sterker. Ik til jou op. En nou, dat geeft gewoon aan dat we op een hele leuke manier zo met elkaar omgaan. Ja, nou, helemaal super. En zeker ook in de samenwerking die er is dan rondom de asielzoekers. Ja. Dat, of de vluchtelingen en de statushouders. Want die ambtelijke organisatie werkt zowel voor Bokstel. Voor die 150 minderjarigen straks. Ja. Als voor Sint-Michielsgestel met vluchtelingen en statushouders. Ja. En die moeten dat best wel heel hard halen. Ja. Maar dat gaat goed. Ja, helemaal super. Ja. Dank u wel voor uw komst. Dank u wel voor alle tekst en uitleg. En fijn dat ik een keer in Dommeland mocht zijn. Ja, nou helemaal goed. Wie weet nog tot een volgende keer. Dat zou zo maar kunnen. Ik kom graag terug. Goed zo, dank u wel. Okay. Dan gaan we nog even terug naar Yvonne. Want die heeft als het goed is nog wat meer lekkers voor ons staan. Even kijken. Dank je.
Hi. Ja, hi. Je bent nog volop aan het snijden. Ja. Ik heb een courgette tulbandje gemaakt. Yeah. Met kleine cherry tomaatjes. Nou, alles wat je hier ziet, dat is allemaal regionaal. Dat is op de fiets stappen en in een kwartiertje, 20 minuten heb je je tas vol. Ja. Met allemaal verse producten. Nou, kleine cherry tomaatjes die zijn ook van hier. Mm-hmm. Verse geitenkaas en wat kruiden. Ja, het ziet er erg mooi uit inderdaad. Je hebt hier ook nog een kleine, het lijkt wel een kleine amuse erbij staan. Precies. Erg gezellig. Het ziet er allemaal erg smakelijk uit. Nou, ben jij toen straks wel even aan het kokkerellen geweest met de asperges. Ja. Nou, kan ik me van vroeger herinneren, en dan komen vooral de herinneringen van de spruitjes van mijn moeder naar boven. Ja. Die overgaar en erg zacht waren. Ja. Waarbij ik altijd zoiets had van, hoi Jackie. Misschien lag dat ook wel aan de spruitjes, maar ik denk ook wel een klein beetje aan de manier van bereiden. Is er nog een trend, zeg maar, in 2016? Moeten de groentes nog steeds zo doodgekookt worden, zou ik bijna zeggen? Of mag het... Nee, wat je heel veel ziet op het ogenblik is, met name als je het over kolen hebt en spruitjes, wat jij zegt, dat er veel gegrild wordt. Mm-hmm. Veel wordt er geroerbakt, maar vooral ook in de oven. Hele bloemkolen die geroosterd worden. Het is wel zeker een andere tijd. Ja. En verder, als je daar last van hebt, gewoon een beetje een schijfje citroen doet ook al wonderen. Doet wonderen, ja. Helemaal goed. Ja. Nou, en nog voor zo'n keukenprinses als ik, wat zou je mij nog aan tips mee willen geven? Zodat mijn kookkunsten wellicht nog kunnen verbeteren. Lekker eenvoudig houden, gewoon puur eenvoudig koken. Gewoon beginnen met kleine dingetjes en als je er plezier aan hebt... Uitbreiden. Helemaal uitbreiden. Ja. Nou, dat lijkt me een goed plan. Ik denk dat wij gewoon met iedereen lekker moeten gaan proeven dadelijk. Ja. Dan gaan we gaan er een eind aan breiden. Dankjewel voor jouw komst. Het ziet er ontzettend lekker uit. We gaan het dadelijk op proeven, maar daar twijfel ik geen moment aan dat verkeerd gaat zijn. Dus ik wil u als kijkers bedanken voor deze keer weer. Ik vond het een ontzettend leuke uitzending. Het was in mijn eentje. Vond het super spannend. Hopelijk is het allemaal goed ontvangen. Nou, en tot de volgende keer. Dankjewel.